was na 1 week ook wel duidelijk. Welkom bij deze vakantievlog. Vandaag is mijn zomergast Bram de Wijs. En we blikken terug op onze vakantie aan de hand van nooit eerder vertoonde fragmenten. Bram, onze vakantie was opgedeeld in 2 delen. Ja, vorige week waren we in Giteuil La Madeleine. Ja, met de hele vriendengroep. Bijna de hele vriendengroep. Ja. Zonder Marines. Helaas. En daarna? En deze week zijn we in Roche-Gude. Maar dan zonder Doak en Jesse. Met onze kinderen erbij. Dus we brengen kinderen van de andere Bram en mij. Ja, en onze kinderen. Onze eerste vakantie draaide eigenlijk vooral om het zwembad. Hè? Daar hadden we het ook op uitgezocht. Wil je nog iets over de beelden die komen vertellen? Of zullen we gewoon gaan kijken? Nou, laat maar gaan kijken. Okay. Heeft hij toch geen knop gelegd? Kijk jongens. Indrukwekkend. Ja, mooi. Nou, dan zat ik voor het eerst vrij vaak in een zwembad. Maar er zijn helaas weinig beelden van. Ik had mijn dochter gevraagd om te filmen, maar ja, die is toch een beetje van de Instagram paar seconden filmpjes. Snapchat vooral volgens mij. Ja. Dus ik kan het wel laten zien, maar het duurt maar een paar seconden. Dus als je met je ogen knippert, dan is het voorbij. Unieke beelden, unieke beelden. Ja. Dan gooi ik hem naar achter. Moet jij een foto maken? No way! Oké. Okay. Ja, dat was het. Waren deze vakantie vrij veel verwondingen. Klopt. Mika die raakte gewond bij het stoeien met andere Bram. Oeh. Dat was echt heel lief. Toen heeft deze Bram heeft hem helemaal zo een beetje vaderlijk verzorgd. Pleister erop geplakt. Ja. Dat hielp al heel enorm. Je bent zo'n grote jongen. Echt mooi. Verder had mijn Bram last van een tranend oog. En daarna... en een brandwond aan zijn duim van de koelkast. Ja, dat zijn echt schokkende beelden. Wil je daar verder nog iets over zeggen? Of zullen we gewoon even kijken? Gaan we even kijken. Ja, gewoon even kijken. Wat is er gebeurd, lieverd? Wat? Wat is er gebeurd? Ik heb mijn hand verbrand aan het koelkastlampje. Wil je kijken of die ook aan was als die dicht was? Nee, kijk, een bronk aan. Laat zien, waar zit die wond? Nee, je ziet er bijna niks meer van. Zoveel pijn deed het. Zoveel pijn deed het. Mooi bewijs hoe kleinzerig artsen zijn, hè? Ik heb me verbrand aan het koelkastlampje. Kijk, daar zit het. Ik zou even mee naar de dokter gaan, denk ik. Auw. En daarna ben jij dus levensgevaarlijk gewond geraakt. Klopt. Ja. Ik heb iets heel doms gedaan. Zal ik dat vertellen? Nee, laten we even naar de beelden kijken. Dat lijkt mij leuk, ja. Wow. Wow. Pak nou die kan weg, dat shirt. Ik grossier deze vakantie echt in gemiste momenten gewoon. Echt, hè? Shot. Maar je had niet je gezicht kunnen krabben. Nee, die maar. Ja, oh, je bloedt helemaal. Oh, ja. Wat ben je ook Nou, jij vond het allemaal prima. Ja. Zo lief. Dat merken we. Oh. Hij had blijkbaar wasgewerkte nagels. Oh. Mooi, hè? Ja, misschien had je toch weer moeten vertellen wat er gebeurde. Ja, het was niet heel duidelijk. Er waren 2 hele lieve katten bij ons huis. En ik dacht, ik liep aan de achterkant van het huis. En jullie zaten aan de voorkant van het huis. Ik dacht, even leuk als ik die aan jullie kan laten zien. Dus die lokte ik zo een beetje naar binnen. Ging prima. Heel lief beest. Totdat je... Ja, ik pakte hem op. En dat ging ook nog wel goed. We liepen zo samen door het huis. Je had even moeten roepen, jongens, zet de camera aan. Ja. En toen zag ze jullie, toen ging ze... Nou, dit is inmiddels mooi genezen, dit is ook nog genezen, maar gat in mijn shirt, gat in mijn oor. Ja, dom. Ja. Daarna viel de brug uit mijn mond. Maar ja, vind maar eens een tandarts in Frankrijk. Succes, quelqu'un qui peut recoller ma bridge dentaire? Je suis désolé, monsieur, j'ai pas du tout de crème disponible.
Allô? Il y a un dentiste d'urgence. Le dimanche matin. Et connaissez-vous un autre? Non. Non, du tout. Non. Nee. Ik vond het ook wel leerzaam. Van, ik kan wel echt van Fransen leren om nee te zeggen. Ja, wel op het verkeerde moment. Non. Het was dinsdag. Ja. En op zondag bent u de eerste. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Toen na 26 telefoontjes zijn wij terechtgekomen bij een tandarts in Bordeaux. Niet onknap trouwens. En het kostte maar €60. Iets heel anders. Ik begreep van het gesprek dat jij met de redactie hebt gehad, het voorgesprek, ja, dat jij heel erg van humor houdt. Enorm. Ja. Ja, gek humor. Humor met diepgang, hè? Het liefst wel. Intelligente humor vind ik heel belangrijk. Je moet toch een soort onderlaag zitten. Ik weet even niet welk fragment er nu gekomen. Oh, ik dacht dat jij nou een voorbeeld van. Nou, we houden het even spannend. Zullen we gewoon naar de beelden kijken? Ja, laten we naar de beelden kijken. Waar is Lady het hart als je het nodig hebt, hè? Het was best wel bijzonder, hè, altijd. Het is altijd best wel bijzonder als je met drie vloggers op pad gaat. Ja. Want die willen alles vastleggen. Dook vlogde ook. En die wilde naar een brokante. En volgens mij niet eens zozeer omdat hij heel erg van brokante houdt, maar ja. Je hebt toch content nodig eigenlijk? Nou, hij houdt wel van snuisterijen, maar hij mag ze niet meer mee naar huis nemen, heb ik begrepen. Hij wil een heel grote leeuw kopen. Ja, maar goed, als je met Doken pad gaat, is eigenlijk altijd wel feest. Er gebeurt altijd wel iets. Zeker. Dus, zullen we naar de beelden kijken? Nou, ik ben benieuwd. Hier was het niet bij namelijk. Wij gaan naar de Martin Meijland excursie doen. Beginnend bij de brokante. Brokante nummer 1. Kan er iets stiller? Nog maar een keertje. Doken, wat gaan jullie doen? Wij gaan de Martin Meiland Experience doen. En we beginnen bij de brokante. En we eindigen met een wit rijtje, denk ik. Huppakee. Woe. En ik ga rijden, dus. Ik heb al een mondkapje. Ik heb er meerdere meegenomen, maar toch bedankt. Doei doei. Het mag wel iets harder, lekker. Wat is dit nou? Waarom wordt het kan je niet even zeggen, dag schatje? Dan kan ik dat, plak ik dat in. Dag schatje. Nee, over... nou zet je bij me heen, doe nog eens. Dag schatje. Over jou. Kijk, zo zie je hoe het dus echt gaat. Hè? Het is gewoon allemaal gescript. Ja. Hè? Staat het ding voor jou ook nog aan? Ja, je bent pijnlijk. Are you ready for the Martin Meiland experience? Woehoe! Boep boep! Get in there, we're going shopping. Dag meiden! Dag! Dag. Nova heeft eindelijk de vakantiehuis op had gehoopt. Ja. Namelijk? Brokantje. Gewoon een beetje keten. Kate. Wil je nog wat er iets misgaat? Oh! Oh, hier is het. Brokante. Oh, wauw. Oh my god. Is dat een fazant? Nee, toch? Nou, moet ik even zeggen. Wij zagen daar een hertenpoot met een lampenkap erop. Het is echt heel goor, maar ook wel... Ken je dat? Dat je dan denkt... Oh, nee, maar toch... Nee. Nee? Nou, jij stuurde een foto. Ik dacht, nee, je bedoelt niet dat ding? Dus wij gingen even naar buiten om te overleggen. Dan moet je dus niet aan Doak vragen of je dat moet doen. Laten we even kijken. Vind je het geen mooie lamp? Weet je, de beest is toch al dood, dus dat maakt niet meer uit. Dat maakt niet uit. Jij bent vegetariër. Jij keet hem toch niet op? Ja, ik ben voor. Ja, jij ziet vloghout voor je natuurlijk. Ook. Ik kan, als ik het niet tegen Bram zeg, is het effect wel leuker. Dat sowieso. Ik zie die oogjes van Doak twinkelen. Je kan hem ook altijd doorverkopen, want dit ga je sowieso kwijtraken. Nou, uiteindelijk heb ik hem niet gekocht. Ik vond het toch heel goor eigenlijk. Maar ik heb wel een opgezet vogeltje gekocht. En dat is ook best wel zielig. Dus ik hou me dan maar voor dat die vogel gewoon van ouderdom is gestorven. En dat hij toen heel liefdevol door de eigenaar is laten opzetten. Maar je bent toch bang voor vogels? Precies, ik heb ornithofobie. Ik ben een jaar voor in therapie geweest. Je moet voelen dat je bang wordt. Maar ook voelen, en dat is het meest essentiële, dat de angst zakt. Nou, even zitten dan, hè? Dit vind ik fantastisch. Ah, verschrikkelijk dit. Neem je dood! Yes! Top, 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 top. Oké. Nou, hier kunt u wel mee afsluiten. Maar ik dacht, als ik nou een opgezet vogeltje koop, dat het een beetje echt eruit ziet, dan wel onder een stolp het liefst, maar dan, dat helpt heel erg. Nou,
benieuwd. Dat is heel mooi. Nou ja. Pleasure. Dit is wel 180, dus misschien een beetje veel. Colibri mouche. Klein. Très rare. On est à 160. Nou, het is uiteindelijk een geel vogeltje geworden. Ik kan het niet laten zien, want hij zit in een papieren tas en heeft in de brandende zon gestaan. Dus ik weet niet wat er van over is. Maar daarna ben ik nog met Doak op een bijzondere missie geweest. Aha, ja. Vertel eens even Doak, wat gaan we doen? Ik ga even een foto maken bij Chez Bernard. Want mijn vader die heet Bernard. Mijn Franse vader. Alsof ik er meerdere heb, maar gewoon... Maar leg even uit voor mijn kijkers die het niet snappen. Ik heb twee moeders. Erg, hè? En daar heb je toch wel een man nodig om een... om een kind te produceren. En dat is uiteindelijk mijn Franse vader Bernard geworden. Ja, en zie je die veel? Nee, hij is eigenlijk gewoon een goede oom. Dus ik zie hem op verjaardagen, begrafenissen, bruiloften. Maar lijkt hij op je? Heel erg. Ik zal even een fotootje doorsturen. Daar zie je een foto van dat hij 26 is en echt een hippie. Lekker aan de joints in Amsterdam. En er is ook een foto van mij dat ik 26 ben en toen speelde ik op een festival met een zwarte pruik op. Toen iemand, je bent net je vader op die ene foto. Hier, moet je even kijken. Wow. Dus vandaar. Oh, er komt een trekker aan, wacht even hoor. Sorry hoor. Is het een aanrader? Twee ouders van hetzelfde geslacht? Het is altijd lollig. Ja? Nee, is echt leuk. Of heb je wel iets gemist? Nee, ik heb niks gemist, maar ik heb, denk ik, ik sta niet meer van heel veel dingen te kijken. Ook omdat mijn moeders ook nog een keer documentaires maken, dus ik heb genoeg gekke situaties meegemaakt. Dus als mensen dan zeggen, oh nou, een heel heftig verhaal, maar mijn oom is nu mijn tante geworden, dan denk ik, ja. Oh, het was verhaal. Ja, Doak is gewoon een soort Duracell konijntje. Ik bedoel, als je die camera erop houdt, dan gaat die aan, dan gaat die trommelen en het is gewoon altijd leuk. Ja, komt altijd een verhaal tevoorschijn. Ja. Oké, even iets dat ik met de redactie heb besproken. Ja. Wat heb jij deze vakantie Wat is er? Nou, het eet's klaar. Ah. Bram, wat heb jij deze vakantie ontdekt? Over jullie. Ja? Jullie wassen veel. Dus zijn de hele dag wasjes aan het draaien en ophangen. En ongelooflijk. Ja, ik vooral. Hebben ze zo weinig kleren meegenomen? Nee, heel veel. Maar bij kinderen denk ik toch... Die houden niet bij wat vies is. Dus ik gooi gewoon alles erin en dan kunnen ze gewoon pakken wat ze willen. Heb jij iets over mij ontdekt? Nou, ik zou het niet manipulatief noemen, maar ik dacht al dat je daar zo'n heel megaan type was, maar dat is helemaal niet zo. Ik? Nee, jij bent niet een megaan type. Oh, maar dit is niet onze eerste vakantie samen. Nee, maar het is wel zo dat we zo lang op vakantie zijn. Ja, ja, dat is nu dat wel is 2 weken. Oh, ja, ja, ja. Jij zegt niet dat je iets wil, maar je stelt iets anders voor. Dus dan zeg je, zullen we anders nu die vlog even opnemen? Want dan hoef je geen spelletje te doen. Oh. En dat komt dan net mooi uit. Oh ja. Dus ja. Geen confrontatie, maar gewoon heel slimme... Ja, ik zie dat meer als gewoon... Ja, precies. Zorgen dat dingen gaan zoals je dat wil. Ik zou het ook laf kunnen noemen, maar... Nee, het is helemaal... Wat ik me nog afvroeg... Ja. Kijk, normaal gaan wij zeg maar een weekje op vakantie. Ja. En dan ben ik gewoon... gezellig. Tenminste, dat probeer ik een beetje... Zeker. Ja. Ja. Maar nu gaan we 2 weken. Mm-hmm. En dan heb je... Ik heb dan toch pijntjes, dingetjes. Ik ben toch een beetje humeurig. Dat is jou wel opgevallen, toch? Pijntjes een beetje humeurig? Ja. Ja, dat was na 1 week ook wel duidelijk. Wat mij opviel... Nou? Moet weer naar een filmpje. Ja. Dat jullie heel grote dierenvrienden zijn. Ja, wie? Jullie? Jullie, Bram en Jelle. Oh, Jelle en ik. Ja. Zeker? Ja, ja, ja. Laten we even kijken. Vanuit geluiden. Oh. Bram, kan je er nog een keer ingooien voor het shot? die hoeveel van die beesten heb je al gered? Ja, best wel veel. Maar ze zijn al dood. Kijk, kijk, er weer van. Ja, kijk dan. Wat je hebt gedaan. Ja, die heb ik gered. Dat is gewoon een snottenbel. Ja, deze heeft ook nog. Niet. Ligt op zijn rug. Hulpie! Oh, dood te maken. Nee, andere kant op. Nou, goed. Het trapt ik er zomaar bovenop. Wacht even. Dat is echt gemeen. Kun jij even bevestigen dat ik een heel grote dierenvriend ben? Ze hebben eerst als een hertenpoot gezien. Dat is een opgezet vogeltje, dan trap ik hem hier dood. Nou, je eet geen dieren. Al sinds mijn 10e niet. Nee. Ik ben al vegetariër voordat het bestond in Twente. Maar mieren zijn ook dieren. Ja, het is goed. Oké, de tweede vakantie. Wat was daar het thema eigenlijk? Zwembad? Zwemmen? Ja.
Wat heb je al uurbeeldmateriaal? Ah. Ja, maar dit is voor de foto. Hey? Dit is een fotootje. Oh. Dit was niet de beelden die ik aan de redactie had gevraagd, volgens mij. Maar... Ja, we wilden een beetje romantiek erin. Dat is goed voor afwisseling. Okay. Dus, ik zeg maar, korte Bram en ik, ja. Wij doen heel andere romantische dingen. Oh, ja, ja, ja. Bram heeft hier in Frankrijk een tolpoortkastje gekocht. Ik wist natuurlijk, want Bram is net zoals ik, die wilde dat meteen testen. Ja, we zeiden nog, je kan het toch overmorgen als je ons wegbrengt. Tuurlijk niet. Zo lang ga ik niet wachten. Nee. Ja. Kijk, dus mijn tolpoortkastje is aangekomen. Oeh, Bram. Wat kun je ermee? Nou, als het goed is, zonder een kaartje te pakken, door het tolpoortje heen rijden. Dat is een stom kastje in je auto. Ja, boeien. Hoe bedoel je binnengekomen? Ik had hem gewoon besteld. En bij het vakantiehuis laten bezorgen? Ja. Dat is wel handig. Dan hoef je niet meer in de rij te staan bij het tolpoortje. Als het werkt. Als het werkt, dan gaan we nou testen. Wow. Ik wist dat je dit leuk zou vinden. En wat kost dit? Dit kost 1,70 euro in de maand dat je hem gebruikt. En nu tzijn de bestelkosten en de bezorgkosten zijn helemaal gratis. Dus je betaalt alleen wat je anders ook zou betalen? Nou ja, plus 1,70 per maand dat je hem gebruikt. Nou. En hij is ook geldig in Spanje en Portugal en Italië. Dan moet je iets meer betalen. Wat hebben we eigenlijk gedaan deze tweede vakantie? Vooral niks. Dat was ook wel de insteek, denk ik. Ja, het is goed gelukt. Ja. We hebben wel dingen gedaan, zeg maar, zo'n kleine dingetjes dat je niet zo'n schuldgevoel hebt. Net genoeg. Ja, iets van de omgeving gezien. We zijn naar een marktje geweest. Ja, dat was heel leuk. Het is ook heel toegankelijk met de auto. Oh my god. op een gegeven moment heeft Bram ons uitgezet en is hij zelf nog zo'n uren een parkeerplaats gaan zoeken. Nou, zeker een uur. Gewoon ja, een rondje uur, rijden ja, totdat wij... Een... Wij liepen gewoon lekker over de markt. Ja. Wil je daar verder nog iets over zeggen? Nee, laten we maar kijken naar de beelden. Wat is het? Premier, aardbei. Nopa, aardbei, basilicum. Oh ja. Avant, je disais la foire de spin. Et vous habitez quelle ville Près d'Amsterdam. Près d'Amsterdam. Mais comment savez-vous que nous sommes néerlandais? Beaucoup de néerlandais chez nous en vacances. Schrok jij ook zo van de prijs of lag het aan mij? Ik dacht dat jij zei, petit stukje, petit, petit, petit. En toen sneed hij al best wel een groot stuk af. Ja. En toen was het bij elkaar 82 euro. Ja. Meer dan een kilo. Nou ja. Is het voor kinderen, denk je? Ja, natuurlijk is dat voor kinderen. 15 euro. Nou, laat zien. Mooi, lieverd. Nou, dat staat mooi, lieverd. Bram, maak het grapjes. Ja, dit is nou echt creatief met je. Moet je kijken. Ik wist het niet eens. Bruggetje. Ja, en het is een mooie samenvatting hè, van hoe wij vlogs maken. Jij maakt gewoon een heel mooi filmpje van zo'n brug met mooie muziek eronder. Ja. Ja. Ik laat hem zo'n volle asbak zien. Ja, en als er iets, jouw kamer gaat aan als er iets misgaat. Als iemand valt of boos wordt. Ja. Of, ja. Ja, dus kijk ook vooral naar de vlog van Bram. Hoe mooi het zeg maar in theorie had kunnen zijn. Als het een beetje fluft. Het is hier prachtig. Ja, dus hier rechts in de hoek staat een linkje naar die video, hoop ik. Of naar je kanaal. Jawel. Ja. En dan zie je ook jouw zoektocht naar katten. Hallo lieverd. Lieverd, kijk een kopje. Oh. Nou wil ik een kat.
Nou, ik ben niet de enige kattengek hier, dat is wel duidelijk. Het is echt een kattenmens, Nova. Ja, het is echt... Als ik dan letterlijk met katten praten. Ja, misschien kunnen we de vlog eindigen met haar miauwtje. Oh ja, je komt met hem praten. Zeg nog eens. Het is toch ongelooflijk? Nova kan gewoon praten met katten. Dat is echt mijn droom. Echt goed, toch? Het wijn gehad, ja. Toppie. Top. Gaan we nu naar de keuzefilm. Ja, oh ja, mooi. Oh, wacht. De keuzefilm is natuurlijk de vlog van jou. Oh, ja. Toch? Ja, dat is een hele serie, een stuk of 7. Ja, dus kijk hier even voor de playlist met de filmpjes van Bram. Duimpje omhoog. Doei. Professional. Oh, staat hier ja, plat getrapt. Die is dood. Gadverdamme. Ja, die zag ik net ook. Godverdamme. Die is plat. Echte dierenvriend. Heeft Martijn net geplet. Echt niet? Ja, weg dan. Die lag hier al.